Hi, ik ben Sandra Koning van Sandra Kookt Glutenvrij. En vandaag ga ik jullie laten zien hoe je zuurkool rusty maakt. Omdat ik paleo kook, niet alleen glutenvrij, is de rusty dus niet van aardappels, maar van zuurkool. Dus ik gebruik zuurkool die ik goed heb uit laten lekken. En ook extra vocht dat uit heb geknepen. Dat gaat in een kom. Doe kokosmeel bij. Dit is 300 gram en dan doe je 3 eetlepels kokosmeel erbij. Doe de eieren bij. En je gaat 2 of 3 eetlepels verse peterselie die ik van tevoren fijn heb gehakt. Gaat er doorheen. En bij zuurkool hoort eigenlijk altijd wel jeneverbes. Dus ik heb de jeneverbesolie en daar doe ik 1 druppel van in. En jeneverbes is heel goed voor je spijsvertering. En jeneverbes wordt al, nou ja, zolang we zuurkool hebben, ook eigenlijk er altijd bij gebruikt. Dan mix je alles goed door elkaar heen. Een klein beetje zout kan je naar smaak eraan toevoegen. En dan ga ik er zo kleine hoekjes van maken. En die zuurkoolrusty die kan je dus lekker als lunch, zelfs als ontbijt kan je hem nemen. Of gewoon bij je avondmaaltijd in plaats van aardappels. En heb gelijk extra groenten. En ik gebruik kokosmeel in dit recept omdat de kokosmeel onttrekt ook best wel veel vocht. En omdat zuurkool best wel vochtig is, ondanks dat ik het goed heb uitgeknepen, werkt het dan iets makkelijker. En als je alles goed door elkaar gehusteld hebt, pan op het vuur, half hoog. Je kan kokosolie gebruiken, ik gebruik hier extra virgin olijfolie. En dat laat je even opwarmen. Ondertussen maak je vast kleine koekjes. En dat kan je natuurlijk doen zo groot als je zelf wil. In plaats van peterselie kan je natuurlijk ook koriander gebruiken. Of een ander kruid wat je lekker vindt. En de koekjes gaan ongeveer 1 tot 3 minuten per kant in de olie. Ga ik ze omdraaien. Het is maar 1 tot 3 minuten. Dat ze een beetje mooi goudbruin zijn. Oké, dit is het eindresultaat. Ik heb een salade erbij gemaakt van mango, ui, wat salade en tomaatjes. Wat eventueel ook nog bij kan is natuurlijk avocado. En zo heb je heerlijke rusty koekjes die je ook eventueel makkelijk mee kan nemen als je ergens heen gaat voor je lunch. Het is lekker als ontbijt en het is ook heerlijk als avondmaaltijd op een zomerse dag. Dit was het voor deze week en tot volgende keer.